Dagteksten van vrijdag 1 april 2022 zijn gehaald uit Psalm 51, vers 17. Heere, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige. Heere, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige. Psalm 51, vers 17. Het leerwoord is gehaald uit 1 Johannes 1, vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u. 1 Johannes 1, vers 3. God van trouw, God van liefde, God die alles gemaakt heeft, God die ons geborgen houdt in uw handen, tot u komen we vanmorgen om u alle lof, eer en glorie te geven die u toekomt. En net als de psalmist willen wij u vragen, Heer, om ons de mond te openen om uw lof te verkondigen. O Vader, wie anders dan u kunnen wij die lof geven, omdat wij dwars door alles heen wat er gebeurt in deze dagen merken dat u ons de handen gevat houdt, dat u ons troost in moeilijke tijden, dat u ons door alles heen leidt en dat wij op u mogen bouwen, vertrouwen. En Vader, alles wat wij zien, alles wat wij horen, willen wij verkondigen tot aan de uiteinden der wereld. Maar willen u ook voor uw troon van genade brengen vandaag, de jarigen. Zij die iets te vieren hebben. Zij die een overwinning behaald hebben, o Vader, over een zaak die tot nu toe in het duister lag. Vader, voor de banen die gij gecreëerd hebt. Voor degene die gij verlost heeft uit ellende. Voor de zieken, degene die troost nodig hebben. En ieder die voor examen staat. En ieder die beslissingen te nemen heeft, o Heer. Vader, wees u in elke vergadering. Wees u bij elke regeringsleider. Wees u bij elke leider, wat het ook is. Maar ook bij hun die vandaag misschien hun laatste dag op het werk gehad hebben en niet weten wat de dag van morgen brengen zal, dat wij hen mogen zeggen, leg je al in de handen van de Heer en vertrouw hem, omdat hij weet wat goed voor je is. Vader, frustraties zijn er om bij u te leggen, omdat u wegen baant en omdat u ons geleerd heeft dat wij, ook al is ons geloof als een mosterdzaadje, dat we tegen de berg kunnen zeggen om zich te verplaatsen. En het zal gebeuren. Zo willen wij bergen in ons leven verplaatsen, omdat wij weten dat we een Heer hebben die ons leidt, die ons voedt, die ons redt en die met ons meegaat, wat het ook is dat op ons pad is. Schijnt door elke situatie van ons en verlos ons. Mogen wij zo weten dat wij heilig en rein voor u mogen verschijnen. Doordat we alles afleggen wat niet is tot uw eer. En dat we steeds meer op u gaan lijken. In de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen.